Hangen. Kijk mensen, daar is een snoekje. Ja, oh ja, vis. Dit is echt een mooie vis. Dit is echt een serieuze snoek, jongens. Ik hoop dat het een meter is. Daar lijkt het op namelijk. Maak kennis met mijn PR-snoek. Mensen, hartstikke leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Vandaag ben ik weer aan het vissen op gewoon alle roofvis wat wil bijten. En we gaan er vandaag een leuke challenge aan vastbinden. We doen vandaag een challenge. Als ik een vis vang met een kunstaas, dan moet ik veranderen van het kunstaas. Het klinkt niet heel moeilijk. Het is wel moeilijk. Vissen vangen hier in de regio is op dit moment niet heel best. Maar goed, we gaan het toch proberen. We beginnen vandaag met een spinnerbait. En spinnerbaits werken in de zomer altijd heel goed. Veel geluid onder water, veel ratel, veel... Het valt gewoon heel erg op. Dus we gaan dat proberen. Ik ben gewoon hartstikke benieuwd, jongens. Ik gebruik gewoon weer mijn oud vertrouwde setje. En dat is de Abogacia Max Pro Combo. Hengeltje van 15 tot 60 gram. Is perfect voor de spinnenbeet. Moet goed komen. In deze tijd van het jaar vang ik matig snoek. Dus we gaan proberen om toch wat leuks eruit te halen. Ik heb niet heel lang de tijd. Het is echt al... het is denk ik nog een uurtje licht. Dus we gaan vandaag een beginnetje maken. En dan gaan we een andere dag verder. De laatste tijd gaan we ook enorm hard, mensen. We gaan alweer richting de 11.000 abonnees. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Laat ook even een likeje achter. Laat even een reactie achter. Maar laten we mooie vissen vangen op kunstaas. En geniet van de video, mensen. Ja. Oh, mini snoekje. Dit is echt een mini, die kan ik gewoon optillen. Nou kijk mensen, daar is de eerste vis. Ook op het eerste kunstaasje dus van de video. En dan moeten we gaan wisselen. We zijn nog geen 5 minuten bezig en die spinnenbeet heeft al een mooie snoek te pakken. Super vet, maar het is geen hele grote. Dit is echt een mini formaatje. Er zit trouwens ook een haarspriet, een graspriet in spek. Maar het is geen grote, wel een schattig snoekje. Maar die gaan we snel terugzetten, want deze moet gewoon doorgroeien. Ik zeg het bij elke vis, van we gaan hem terugzetten, want dan kan hij lekker doorgroeien. Maar deze moet echt nog doorgroeien. Zo, dat is toch even een lekker begin. 5 minuten bezig, eerste kunstaas, gelijk een vis. Nu gaan we dus verwisselen van kunstaas en ik ga jullie even laten zien en meenemen in mijn tacklebox wat we gaan doen. Uiteraard heb ik nu net een vis gevangen met de spinnerbait. Kijk, dit is een spinnerbait van Berkley Dex. Maar wat wij nu gaan doen is we grabbelen een beetje in de tacklebox en we pakken denk ik een spintail denk ik. De spintail XL gaat hem worden. De reden dat ik deze pak is omdat hij veel vibratie in het water geeft. Kijk, hij heeft van die blaadjes. Geeft veel vibratie af. Waardoor hij ook gewoon heerlijk opvalt in het water. En vissen zoals de snoek, die wil heel graag dit soort dingen hebben. We beginnen ook ineens heel hard te waaien. Ik weet niet of jullie dat goed, of jullie mij goed kunnen verstaan. Maar goed, veel spintailtje. Laten we gewoon weer lekker een vis vangen. Oh, vis. Ja hoor. Oh, wat is dit dan, een baars? Ja, dat telt ook natuurlijk jongens. Een baarsie. Zitten mensen een baarsje op de spintail XL. Ik ga hem even onthaken en laat ik hem wat beter zien aan jullie. Ik had hem eerlijk gezegd niet verwacht, mensen. Maar daar is hij dan, het baarsje op de spintail. Ik had verwacht dat ik er wel een klein snoekje mee zou vangen. Of een normale snoek. Maar de baars klapte erop. Hé, deze heeft van die stippen. Moet je kijken. Van die rivierstippen. Maar goed. Tweede vis. Tweede kunstaas. We gaan door naar het derde kunstaasje. Deze mag terug. Oké, daar gaat hij weer. Floep. Plons. En het is nu natuurlijk tijd om een derde kunstaas uit te kiezen, dus dat gaan we meteen doen. We gaan door naar de tacklebox. Zo, daar is het magische doosje weer. Nu moeten we dus iets anders uitzoeken dan een spinnerbait of een spintail. En dat wordt dan denk ik een sick vibeje. Of we gaan voor een chatterbait, dat kan natuurlijk ook. Gewoon lekker veel herrie maken onder water. Daar zijn ze wel dol op dit moment. Dat gaan we doen. En dan mag de volgende vis wel weer binnenkomen. Toch wel lekker dat we nu 2 vissen hebben. Ik ben een half uurtje bezig. En we hebben al 2 kunstaasjes er doorheen geramd. En nu zijn we al weg dus met de derde. Met de chatterbait. Die chatterbait moet goed komen. Ik heb er zoveel vis mee gevangen. Dat is ongelooflijk. Maar dit water stikt ook wel echt van de vis namelijk. Heel veel snoek. Heel veel grote snoek ook. Dus ik hoop dat we die nog even eruit kunnen trekken. Want ze zitten er wel. Ik weet alleen niet waar ze zitten op het moment. Dus dan moeten we ze gaan opzoeken. En laten we dat maar even snel doen dan. Ja, oh ja, vis. Mooie vis. Dit is echt een mooie vis. Goeie snoek dit. Dit is echt een goede snoek. Ho, ho, ho. Deze mag je niet verspillen. Ho, 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 ho. Hele mooie snoek. Maar dit is ongekend, mensen. Dit is oprecht. Ik maak geen grappen. Mijn eerste worp na het nieuwe kunstaasje. Ik hoop dat het een meter is. Daar lijkt het op namelijk. Mensen, maak kennis met mijn PR snoek. 98 centimeter. Net geen meter. Maar wat een bak is het, hè? Kijk hem. Oh mensen, hier ben ik zo blij mee. Ik ben al zo lang bezig met het verbreken van mijn PR. En daar is die. Ik ben gewoon buiten adem. Check even, wat een beest. Deze wordt nog veel groter, want deze bek, ja, die wordt veel groter. Gaf een heerlijk gevecht, maar hij verdient het ook om terug te gaan. We gaan voor vandaag nog 1 kunstaasje proberen. Maar ik heb in een tijdspan van 3 kwartier 3 vissen gevangen. En mijn PR 98 centimeter snoek. Ik kan het gewoon niet geloven.
Dit is ongekend, jongens. We gaan hem terugzetten. Mensen, dit is de schade van wanneer je je PR verbroken. Ben ik blij, zeg. 3 kwartier gevist. Het begint donker te worden. 3 vissen. En mijn PR. Oh, wat ben ik blij, zeg. Ongelooflijk. Ik ga nu naar huis. Ik ga een andere dag terugkomen. En dan horen jullie de volgende dag wanneer ik, waar ik mee ga vissen. Want die chatterbait is klaar. Die spinnerbait is klaar. En de spintail is klaar. Ik heb ze gewoon allemaal uitgevist. En we gaan door. Mijn dag kan al niet meer stuk. Terwijl ook al is het hier bijna afgelopen. Prachtig. Ik zie jullie bij de volgende dag, mensen. Tot de volgende. Mensen, het is weer een nieuwe dag. We zijn er weer. Gisteren een hele goede dag gehad. Ongelooflijk. Echt, ik heb mijn PR-snoek verbroken. En 3 vissen dus in totaal in 3 kwartier. Ongelooflijk. We gaan vandaag weer opnieuw beginnen. En ik was gisteren gebleven bij het verwisselen van mijn kunsthuis. Het was te donker, dus ik kon het niet doen. Dus we gaan het doen. Maar ik heb een heel mooi kunsthuisje uitgekozen. We hadden die dikke snoek natuurlijk met een chatterbait. Maar nu heb ik deze. Dit is de Abacasia Beast Hilo. En hij heet niet voor niets Hilo. Want je kan hem in hoogte verstellen. Kijk, als je het knopje indrukt, dan kan je de lipje verstellen. Super handig natuurlijk. Nu gaan we kijken of dit kunsthuisje een beetje werkt. Het is alweer nog een uurtje licht. Ik probeer een beetje die late avonduurtjes op te zoeken voor de snoeken. Ook omdat ik denk dat ze dan gewoon meer actief zijn en wat meer willen. Gisteren wilde de ratelende kunsthuis heel goed. Dus ik ga kijken of dit plugje ook wel goed werkt. Hij maakt veel geluid. Ik zat er gewoon snel gaan vissen. En ja, ik heb er een goed gevoel bij. Het water is heel mooi helder. Moet je kijken. Het is heel vlak vooral. Dus ik denk dat het goed komt. En dan gaan we het chatterbeetje er even afhalen. Dus ik zet hem op een wat diepere stand. Duikt hij lekker diep. En ik hoop dat die snoeken hem vandaag willen. Ik heb hier vorig jaar echt enorm mooie snoeken meegevangen. Dus ik hoop dat hij het nu weer doet. Het zou wel super vet zijn. Nou, aan de overkant heb je een lelieveldje liggen in het water. En dat soort plekken zou ik absoluut niet overgaan tijdens het vissen of snoek. Dat zijn echt plekken waar ze heel mooi in liggen. En de reden dat ze daarin liggen is, vooral de kleinere snoek ligt daar eigenlijk. En de reden is omdat alle aasvis die zwemt daar eigenlijk langs. En die kleine snoeken die kunnen zich daar heel goed in verschuilen. Waardoor ze eigenlijk alleen maar op die aasvis af moeten over te komen. En dan is het eigenlijk gedaan. Dus daarom lekker langs die lelievelden gooien. Maar het zijn echt topplekken. Ja! Hangen, er is een snoek. Zonder best wel weer een leuke snoek. Hoppakee, hij zit in het net. Lekker, lekker. Kijk eens mensen, daar is een snoekje. We hadden hem op de Beast Hilo natuurlijk. Ik ben nu een kwartiertje bezig. En dan klapt er een snoek erop. Deze plek zit vol met snoek, is ongekend. Volgens mij bloedt hij ook een beetje. Bij zijn bek, zoals jullie kunnen zien. Dat komt omdat die Beast Hilo een beetje vooraan in de bek zat gehaakt. Dus ik denk dat het beste is dat we hem even terug gaan zetten nu. Dat doen we gewoon met het schepnetje, want anders kom ik er niet bij. Dus leg hem in het schepnet en dan gaan we hem weer terugzetten. Zo, dat is alweer de 4e vis. En wat ik net eigenlijk wilde vertellen, maar ik vond het jammer dat de kunst dat eigenlijk al uit de bek was. Is het allerbelangrijkste wat je mee moet nemen tijdens het vissen is wel een onthaaktang. Gisteren met die hele grote snoek zat hij ook best wel ver in de bek. En daar kom je met je handen gewoon niet bij. Dus echt het allerbelangrijkste is een onthaaktang meenemen. Dat is misschien nog wel belangrijker dan het goed uitkiezen van je kunsthaas. Ik zeg tegen iedereen, zoek je nou een goede tang. Ik gebruik altijd die van Berkeley. Ja, hij heeft me nooit in de steek gelaten. Ik heb hem altijd gewoon standaard in mijn tas zitten. Dus neem hem mee. Dan kan je de vis gewoon lekker rustig terugzetten. Zonder dat hij eraan leidt. Maar je wil natuurlijk ook geen snee in je handen hebben. Dus neem hem mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de snoek. Maar we kunnen wel weer door naar het volgende kunsthaas. Dus ik pak weer een mooie magische doosje erbij. En we gaan hem gewoon weer even openmaken. Kijken wat er allemaal in zit. Er zit niet zo denderend veel moois meer in. Maar ja, ik denk dat ik dan toch ga voor een shed. Daar wilde ik gisteren eigenlijk al voor gaan. Alleen ja, het maakt niet heel veel herrie onder water. Toch kan het zo zijn dat het goed werkt. Misschien dat ik ga voor zo'n kleine crankbait. Dit is een Berkeley Pils snake. Die haak staat ook al krom. Au, nu zit hij in mijn vinger. En er zit ook al wat aardige beschadiging op. Dus ik denk dat ik het hiermee ga doen. En dan hoop ik dat er een mooie vis op klapt. Zo, de Hilo is eraf. En nu hebben we de Pils snake eraan. En ja, ik ben hartstikke benieuwd. De video kan eigenlijk al niet meer stuk, jongens. We hebben 4 vissen. Maar ik wil straks eigenlijk even switchen naar baarskunsthaas. Ik heb nu dus heel wat snoeken gevangen. Stel, ik vang nu weer een snoek, dan switch ik door naar baarskunsthaas. En dan gaan we kijken of dat een beetje succesvol is. Want ja, toch wel een beetje baars ook in de video. We hebben natuurlijk wel 1 baars gevangen al. Maar ik ga toch even kijken of ik echt specifiek een baars kan vangen. Maar we gaan het eerst met de pulsnee proberen. Oh, ja,
Oh, dit is echt een mini. Op de pilsnake. Een mini snoek. Mensen, dit is echt serieus ongekend. Dit was mijn eerste worp. En kijk even wat een mini snoekje dit is. Ik kan hem nog maar net in de kieuwgreep houden. Ik vind hem wel reuze schattig. Kijk dan, wat een grappig dingetje. Hij is echt mini, mini, mini. Maar goed, hij wilde heel graag de pilsnake hebben. Dus dat is alweer het vijfde kunsthaasje. En nou heb ik dus eigenlijk geen ander kunsthaas meer bij me. Dus ik moet terug naar de auto. Een nieuwe ophalen. Of nou ja, heel misschien heb ik nog wat bij me. Een Dex Rippertje, dacht ik. Maar check dit. Dit is een stropdasje daar bijna. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Echt super vet. Vijfde vis, vijfde kunsthaas. We gaan door naar de zesde. Kijk eens mensen, ik heb nog een Dex Ripper bij me. Hij zit nog nieuw in het doosje. En het is een witte. Dus we gaan hem er even uithalen. Kijk, een wit gekleurde Dex Ripper. Ik weet alleen niet of het hier heel goed werkt. Want het is hier aardig volgegroeid met planten. En deze duikt 1 tot 3 meter diep. Maar we gaan het proberen. Let's go. Mensen, begint weer lekker aardig donker te worden. Dus ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga het de andere dag proberen met de Ripper. En dan komt dat heus wel goed, jongens. Ik ga denk ik wel meer bruggetjes opzoeken. Ik denk dat het open water zoals hier wat minder werkt voor die Ripper. Ook omdat je gewoon lekker die baarsjes bij de brug op moet zoeken. Dus ik ga dat doen. Het wordt donker, dus ik ga snel naar huis. Ik zie jullie de volgende dag. Mensen, het is weer een gloednieuwe dag, dus ook een gloednieuwe kans om meer vissen te vangen. Vandaag gaan we dus focussen op wat meer op baars. Gisteren had ik een rippertje aangedaan en die ripper die wilde ik heel graag gaan gebruiken voor de baars. Dus wat gaan we ook doen? We gaan vandaag kijken of we mooie baars kunnen vangen en of we de snoeken een beetje aan de kant kunnen leggen. Maar we hebben al heel veel mooie snoeken gevangen, dus dat vind ik eigenlijk wel best. We gaan het allemaal doen met de ripper. En dat is dit kunsthaasje. En dit haasje is echt wel heel goed voor baars hoor, echt wel. Het is 5 centimeter, ik heb ze ook in 7 centimeter. Maar die 5, ik ben toch wel van overtuigd dat die kleinere wat meer baars vangen. En dat doen we uiteraard met het Abu Garcia Revo SX'je. In maat 2000 en een Abu Garcia Spike X hengeltje. Dit is een 5 tot 21 gram, maar wel enorm stevig. Dat is ook precies wat je nodig hebt, want stel je krijgt wel een goede snoek aan, dan kan je die gewoon binnenhalen met deze. Dus super vet, 800ste hoofdlijn en een 3000ste onderlijn. Laten we gewoon lekker gaan vissen, jongens. Mensen, we zijn weer aangekomen op een nieuwe plek. De vorige plek was niks, dus ik heb even een switch gedaan van plek. Alleen het begint ineens te regenen. Ik heb een jas aangedaan, dus ik denk dat het wel goed moet gaan. Het regent niet mega hard, maar het is wel irritant, ook voor de video natuurlijk. Want ja, mijn camera laat ik niet zomaar even zo staan. Maar ik probeer het beste ervan te maken. We gaan het gewoon weer proberen met een ripper. Het kleine Dex rippertje. Ik heb het idee dat de baars helemaal uitstaan, dus ik denk dat ik het verkeerde aasje heb gekozen. Maar goed, we gaan het gewoon nog een paar keer proberen. Gaat het lukken? Is het mooi? Gaat het niet lukken, dan is het ook niet een probleem. Want we hebben al genoeg mooie vissen gevangen. Mensen, hier onder deze brug zwemt zo ontzettend veel baars. Maar ze willen gewoon de ripper niet hebben. Ongekend is dit. Ze zijn denk ik allemaal veel te klein voor dat ding. Maar goed, ik ga het nog heel even proberen op een andere plek. En als dat niet werkt, dan is het niet anders. Ik hoop toch wel even een baarsje te kunnen vangen. Ik heb het idee dat ze helemaal uitstaan met dit weer. De regen is denk ik echt niet best voor ze. Maar zo zitten er van die dagen bij natuurlijk. Ja. Wat? Check even dit dan. Deze baars is gewoon net zo groot als die ripper. Mensen, ik zei echt een minuut geleden van kijk nou eens even, ik vang helemaal niks. En kijk wat hier aan de haak staat, een mini mini baarsje. Hij is net zo groot als die ripper. Maar we gaan hem snel onthaken, want ik denk dat hij het niet heel fijn vindt om zo klein gevangen te worden. Dus let's go. Dan gaat er weer het mini baarsje. Daar was dan toch het baarsje, mensen, op de ripper. Ik ga het denk ik ook niet langer meer proberen, want het weer wordt er echt niet beter op. Dus ik ga hem hier beëindigen. Mensen, vonden jullie het nou leuk om te kijken naar deze video? Drop dan even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter en laat weten wat je vond van deze video. Vond je dit nou een leuke challenge? Moet ik vaker challenges doen? Laat het me gewoon allemaal weten. En ben je nog niet geabonneerd, doe het dan ook even, want we zijn alweer richting de 11.000 abonnees aan het gaan. Misschien heb ik het al tegen de tijd dat ik dit gehaald. Maar daar komen we zelf achter. We gaan in ieder geval ontzettend hard. Dus ik waardeer jullie support enorm. En ik hoop dat ik jullie weer bij de volgende video zie, mensen. Tot de volgende video. Later.